Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een bloemschik maken die al een beetje in het thema van de herfst is. Een heel mooi seizoen als je het mij vraagt met heel veel mooie, rijke materialen. Dus heb je zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we de halve krans weer heel maken. Er staan al een aantal versies hiervan online. Maar vandaag gaan we het weer net anders doen, want ik heb daar mooie materialen voor. Dus ik zou zeggen, ik haal je even iets dichterbij. Allereerst scheur ik de aspidistra wat een keer door het midden. En die steek ik er aan de zijkant in. En die laat ik dan even meelopen met de krans. En ik doe dat in twee delen, zodat ik hem iets subtieler kan verwerken. Zodat de zijkant voor een deel is weggewerkt. Je kan hem even omvouwen als je dat wil. Om iets smaller te krijgen of een deel afsnijden. Deze doe ik er dubbel langs. Geeft ook een heel leuk en sierlijk effect. Zo. En dat doe ik ook aan de binnenzijde. En aan de binnenzijde doe ik het zelfs met drie stroken. Ik doe hem even in drie keer. Zet ik even vast. Ik kan zelfs nog een hoekje om. Dat is afhankelijk van hoe lang jouw aspidistra is. Het is niet erg als dat niet kan. Deze kant doe ik langs de buitenzijde, langs aan de andere kant. Zodat de onderkant mooi is weggewerkt. En de rand ook helemaal is weggewerkt van het steekschuim. Zo, dit geeft dus ook rust in het stuk. Dan maak ik de krans weer rond. En dat doe ik met een mooie roze botteltak. Echt altijd prachtig als ze er weer zijn. Soms kan het zijn dat je even een stukje van de roze botteltak aan de bovenkant eraf moet halen. En anders kan je hem ook vastzetten met een krammetje. En op die manier maak je hem alweer rond. Ik laat hem gewoon zoals hij is, dus lekker wild. En dan heb ik hier ook nog een dieploogslinger. En die verwerk ik er op dezelfde manier eigenlijk ook in. Je kan als het nodig is even een gaatje maken in het aspidistra als je daar doorheen wil steken. Kijk hoe leuk dit al lijkt. Echt prachtig. Ik werk er graag mee. Heb je zijtakjes van de roze botten over, kan je die er gewoon zo los insteken. Dan heb ik kleine zonnebloemetjes, want er werd veel om gevraagd of ik daar een keer weer mee wou werken. Natuurlijk wil ik dat. Heel erg leuk. Als het nodig is, kan je altijd even voorprikken. En ik heb mooie appeltjes. En het liefst hou ik die eigenlijk heel, maar want dan blijven ze gewoon net wat langer mooi. Maar voor de stevigheid zet ik ze toch eventjes op een satéprikkertje. Kan je gewoon zo'n klein of zo'n tandenstokertje voor gebruiken. Steek je er gewoon in. En ook die kan je dan in de krans verwerken. Ik heb verschillende maten. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. En die verdeel ik gewoon weer. Ik vind vruchtjes en dat soort dingen in de herfst echt prachtig. Heel erg leuk. Nog twee kleintjes over. Mooie raakjes. Zo'n mooi bloemetje.
Ik vind dit, het sfeertje wat hij nu al geeft, is echt al prachtig. Kijk hoe mooi het zo is. Heel erg leuk. Dan heb ik een Hypericum. En die verwerk ik in delen. Mocht die vertakt zijn, anders kan je hem in het geheel in jouw bloemstuk doen. Mooie roosjes. Let op dat je alles goed schuin aansnijdt. Altijd heel belangrijk. En dan wil ik ook nog een Diplo slinger er wat meer overheen laten lopen. En dat zet ik eventjes vast met een krammetje. Soms kan je hem er ook gewoon tussen drukken. Dan is het ook al goed hoor. Als hij gewoon vast zit, zit het gewoon vast. Dan heb ik nog wat katamers over. En ook die steek ik er nog bij tussen. En mocht je dan nog een klein beetje oase zichtbaar hebben, kan je dat nog opvullen. Ik moet zeggen dat bij mij dat echt bijna niets is. Maar dan kan je er altijd nog even een klein beetje mos tussen doen. Dan werk je het gelijk goed af. En ik vind mos ook mooi bij dit stuk passen. Pas goed in het sfeertje. En dan is alles mooi afgewerkt. En kijk hoe prachtig deze krans dan is. Dit is toch geweldig. Dit wil je op tafel.